De petitie van Gordon voor het stoppen van anonieme haatberichten op social media en internet is dinsdag de 40.000 handtekeningen gepasseerd. Dat betekent dat de zanger spreektijd krijgt in de Tweede Kamer om het over het thema te hebben. Dat was ook het doel van Gordon. Tekst gaat verder onder: advertentie. De zanger startte de petitie bijna 2 weken geleden omdat hij vindt dat het niet meer mogelijk moet zijn dat mensen anoniem onaardige reacties plaatsen op internet, fora en social media. Hij wil dat er een identiteitsbewijs aan een account wordt gekoppeld om dit te voorkomen. Ook vindt Gordon dat er wetgeving moet komen rondom grensoverschrijdende uitspraken of het aanzetten tot haat tegen een persoon of geloof. Gordon ondernam ook juridische stappen tegen mensen die anoniem haatzaaiende en discriminerende reacties over hem plaatsten op de website Mediacourant. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en kijkt of er tot vervolging kan worden overgegaan. Buzzelets blokkade.